zijn hier vandaag in het Huis van de Toekomst in Vilvoorde voor onze Business Angel Academy. Ik vond het persoonlijk een heel geslaagde sessie. Heel wat leuke initiatieven voor de toekomst, ook in het Huis van de Toekomst. We moeten verder denken, we moeten vooruitkijken naar de volgende jaren. En een aantal heel leuke initiatieven zijn aan bod gekomen. En daarvoor ook dank aan het hele team van Ban Flanders met Reginald en zijn mensen die er toch voor gezorgd hebben dat het een zeer interessante en boeiende namiddag was voor al onze business angels. We hebben op twee topics ingezoomd. Duurzaamheid. Business angels zullen duurzaam investeren. En daar hebben we vandaag de grondvesten voor gelegd. En twee vervolgrondes. En daar nieuw is dat we een speciaal concept hebben afgekondigd. Acceler Angels, waarbij we als business angels nog meer firepower in bedrijven gaan brengen waar al business angels in aanwezig zijn. En zo hopen we ons steentje bij te dragen naar nog meer groei in Vlaanderen. Ja, ik ben vandaag heel enthousiast teruggekomen van wat we hier besproken hebben, wat we hier gehoord hebben. En vooral het verhaal van die follow-up investeringen, dat we daar als BAN een derde product, nog een sneller, nog een eenvoudiger product kunnen aanbieden aan onze business angels, maar ook aan onze jonge ondernemingen in een follow-up investering. Ik vind het schitterend dat we dat als derde product kunnen lanceren vandaag.